Hallo, leuk dat je kijkt. Mijn naam is Fabienne en mijn functie is sales representatief. Vandaag zijn we bij Bogane Nijmegen en we gaan het hebben over duurzaam rijden. Duurzaamheid is een hot topic. Bij Bogane mogen we al 600% elektrische auto's vertegenwoordigen met onze prachtige merken Renault en Nissan. Vandaag willen we ook 3 bruikbare en leuke tips geven voor de brandstofauto's. Tip 1 gaat over bandenspanning. Door een juiste bandenspanning heeft uw auto een optimale rolweerstand. Zo verbruikt uw auto geen extra brandstof. Een te lage bandenspanning verbruikt uw auto 2 tot 5% meer brandstof. En dat is natuurlijk zonde. Tegenwoordig zijn alle nieuwe auto's voorzien van een bandenspanningssensoren. Door juist de bandenspanning te meten kunt u altijd in uw deurpaneel kijken of bij uw tanktop. Komt u er zelf niet uit, kunt u altijd bij ons langskomen. Onze tweede tip gaat over rijgedrag. Als je op tijd schakelt, kan je het milieu besparen, maar ook je portemonnee. Daarnaast is gelijkmatig rijden met behulp van cruise control ideaal. Is uw Renault voorzien van een navigatiesysteem, multimedia nav of R-Link? Dan beschikt u over een EcoCoach modus. Zo kunt u zien hoe u beter kan presteren en zo zuinig mogelijk kunt rijden. Tip 3. Geef je auto zo goed mogelijk en regelmatig onderhoud. Door regulier onderhoud blijft die auto zo efficiënt mogelijk rijden. Hierdoor blijft de motor optimaal lopen en zo verbruikt de auto ook minder brandstof. Ik hoop dat ik jullie enthousiast heb kunnen maken om ook duurzaam te mogen rijden. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.